kijken naar een nieuwe video. Ik ga vandaag een rondje Os lopen op de Osse kermis. En ik ga zeker een review voor jullie maken in een vlogvorm. Dus laten we snel beginnen. De Dumbo van Vrouwken. Dit is de katapult van LTK. 3, 2, 1. De impact van Lutjes. Leuk as a banner, maar niet mijn favoriet. Hier staat de extract weer van de Porter. En het is wel een leuke attractie, aangezien het water gebruikt wordt. Maar hij staat dit jaar best op een vreemde plek. Want normaal gesproken staat hij op de twee grootste pleinen van ons. Dit is dan de straat als je naar de twee andere pleinen gaat lopen. Hier staan gokkramen, eetkramen. We lopen nu deze kant op. Hier staan enkele kinderzaken. De Karamita. Nostalgische attractie die al best wel heel lang op de Bosse kermis staat. Theekopjes. Nostalgische draaimolen. Staat voller dan vorig jaar hier. En achter de draaimolen staat de nostalgische rupsbaan van Vermolen. Daar zie je al de gladiator. Dus daar zijn de twee pleinen waar het echt om draait. Op de Osse kermis. Hier verderop zie je nog een kinderattractie. De Gladiator van Griek, 6 Walda. Het is een mooie booster, 62 meter hoog. En het speciaal aan deze booster is dat de karretjes ook nog op zijn eigen as draait. Booby Trapper Town. De Roverhaf. Daar achter staat de Crazy Clown van de Walda. De sauwmachine van Hoefnagels is een mooie machine, draait goede ritten. Hier de Decadence van Valen. Hij is aangepast omdat daar een nieuwe lichtbak is gekomen en ledschermen. En s'avonds draait hij echt super mooi met mooie lichten. De bosauto's van Hinton. Dit is in New York, New York. Hij zit op een andere plek dan de afgelopen jaren. Dit stukje van de bosauto's vind ik dus wel lelijk. Als ze die hebben opengeklapt, was het veel mooier geweest. Dit is alweer het laatste plein. De Bouwenweg van Van der Veen. Prima, Polyp. Dit vind ik ook van Bewalda. Ik vind het op een vreemde trek staat. Het staat vol achter de cakewalk. Zodat de achtbaan eigenlijk een beetje gestopt is. Maar ik vind de XXL versie van de Spin & Coast vind ik leuker. Dat is de Infinity van Hoefnagels. Hij staat twee keer per jaar in Nederland, in Oostdea en in Purmerend.
En verder reis je alleen maar door Duitsland. Vooral met geen krachten in ieder geval. Dit was het kerstbos alweer. Het is een leuke kermis. Het is rustig omdat het nog vroeg is. En het is op woensdag dus de laatste dag. De beste attractie geef ik uit naar de Infinity. En de beste familieattractie geef ik uit aan de spinnenkoopster die achter mij. En tot volgende week weer met een nieuw filmpje.